Hallo beste kijkers en welkom dan weer bij een nieuwe squad builder. Het is een tijdje geleden, maar hier komt dan een NLW squad, wat betekent No Links Wasted. En dat betekent eigenlijk gewoon, iedere speler krijgt net het goede aantal linkjes om 9 chemistry, oftewel volledig chemistry te krijgen. Als je dan niet de 10 chemistry meetelt natuurlijk. Maar het is dus een redelijk hybrid-achtige squad. Het zijn natuurlijk de leukste squads, zijn een heleboel leaks bij elkaar. En ik vind het zelf een heel erg leuk team om mee te spelen. In de goal bij Jago Alpha staan, is een beetje omstreden. De een vindt hem fijn, de andere vindt hem heel erg slecht. Ik vind hem eigenlijk wonderbaarlijk goed. In andere jaar vond ik hem wel een stuk minder. Maar dit jaar keept hij voor mij best wel redelijk. Op rechtsback hebben we Pereira. Die is als het goed is getransferd dus naar de Bundesliga. Dus kan je hem ook linken met Bundesliga spelers. Hij is met Shadow op best wel goed. Zonder Shadow vond ik hem echt een stuk minder spelen. Heel erg slordig. Dus je moet echt een verdedigende chemistry op hem zetten. Anders speelt hij echt een stuk slechter. In de centerback hebben we natuurlijk weer Jerome Boateng. Een bekend gezicht. Ik vind hem waarschijnlijk de beste centerback in het spel. Hij kost nu eigenlijk helemaal niet meer zo heel veel als waar ik hem voor heb gekocht. Maar hij is wel echt een beest met 79 pace, 84 defending en 82 physical natuurlijk. Onze andere centerback is Miranda om te linken met Diego Alves natuurlijk. Je hebt ook een inform van hem. Echter vond ik de inform niet fijn spelen. Ik vind zijn gewone versie veel fijner spelen. Plus ik had hem gepackt. Dus als first owner vind ik het altijd leuker om een team te hebben dan een fancy gekocht kaartje. Op linksback hebben wij Jordi Alba staan. Omdat de snelle linksback is. Ook op hem heb ik Shadow gezet. Dat doe ik meestal bij backs. Bij teams die ik, waar ik graag mee speel. Want daardoor wordt hun verdediging natuurlijk een stuk verbeterd. En hun pace ook. Alba is echt verschrikkelijk snel. Dat zal je daar vanzelf zien in de gameplay. Aan het einde van deze video. Onze eerste center mid is een center mid die je waarschijnlijk niet zou verwachten. Het is namelijk Hernanes. Alleen maar chemistry met Miranda dus. Maar Hernanes heeft 4 sterren skill moves en 5 sterren weak foot. En daarom vind ik hem ook zo fijn. Hernanes kan echt ziek goed schieten met beide benen. En hij kan dus ook gewoon de skill moves doen. Ik heb Catalyst op hem gezet. Omdat ik hem zonder een chemistry stel misschien iets te langzaam vind. Op center deck in mid hebben we Guarin. Ook 4 sterren skills. Hij heeft een mokergoed schot. Is echt zo leuk om met hem te schieten. Ook al vind ik wel dat hij een beetje onzichtbaar is in het team. Misschien iets te onzichtbaar. Maar als je hem echt in de hoofdrol zet, is het een van de leukste spelers om mee te spelen. Ook met hem kan je dus skillen. En hier kan je verschillende opties doen. Je kan, als je 4 sterren skills wil en er wat meer een skillsquad van wil maken, kan je natuurlijk Mario Götze doen. Je kan, als je wat meer de schietoptie wil, nog Schweinsteiger doen. Ik ging voor de combinatie tussen wat snelheid en goede verdediging. Dus ik koos Laam. Ook al moest ik dus wel best wel wat schietkracht opofferen, maar dat vond ik niet zo heel erg. Op rechtsvoor hebben wij de first owner Quaresma, die ik natuurlijk had gepackt. Ik kon hem graag proberen, dat was eigenlijk de hoofdaanleiding op het team had gemaakt. Maar ik vind Quaresma niet fijn, ik ga er geen review maken, maar ik vind hem echt een stuk slechter spelen dan ik had verwacht. Zelfs met Hunter, ik heb alle chemistry geprobeerd, maar hij speelt gewoon niet fijn. Hij is gewoon te slordig en dat vind ik toch wel zonde, want ik had er veel van verwacht. In de spits, ik heb al heel erg gezegd hoe lovend ik ben over Jackson Martinez. 15 wedstrijden, 22 goals, hij staat er gewoon iedere wedstrijd op de goede plek, op het goede moment. Kan goed koppen, kan goed schieten, is snel, kan natuurlijk gewoon skillen. En op linksvoor hebben wij Neymar om nog wat skill erin te geven. 5 sterren skills, 5 sterren weak foot, je kan er alles mee. En ik vind hem echt jaar in jaar uit gewoon een superspeler. 7 goals en 1 assist. Dus je kan dit team een beetje zien als een skill squad. Zitten veel 4 sterren skillers in, een paar 5 sterren skillers. Heeft een aantal met 5 sterren weak foot. Het team speelt echt heel erg leuk. 9 keer gewonnen, 1 keer verloren. Ik zou het een 8,5 uit 10 geven. Het is ook niet al te duur. Dus ik hoop dat je het leuk vonden. Nu komt er wat gameplay, dus vergeet ook niet de video te liken, te abonneren als je het gedaan hebt, en dan tot voor de video, jongens. Later.